Dat deze winter een strenge winter is, zal niemand meer durven ontkennen. En dat hij ons vele moeilijkheden bezorgt, is genoegzaam bekend. De winter van 1947 is volgens het koude getal, het Helmand-getal, de koudste winter die we ooit hebben gehad. Het aantal punten van Helmand was 347 en dat is bijzonder hoog. Er zijn maar 3 winters geweest waar het getal boven de 300 uit is gekomen. Dat was 47, dat was 1942 en 1963. En dat noemen we dan ook wel de top 3 van koudste winters. Die winter begon al heel vroeg in 1947. In december al begon het met vriezen en eigenlijk duurde het tot aan maart dat het vroor. Het was bijna een aaneengesloten periode van vorst met 2 keer een wat korte onderbreking dat het dooide. En daardoor was het echt bitter koud met ook vaak veel sneeuw in die winter. Zeker later in de winter viel er heel veel sneeuw. De maand februari en ook nog een deel van maart lag er meters sneeuw. Ook door de wind natuurlijk die dat opwaaide. Ja, het was weer zo'n klassieke winterperiode die we vaak benoemen. Hè? Een hoge drukgebied boven Rusland met heel veel kou daarin. En die kou die komt dan richting onze omgeving. Omdat het hoge drukgebied nauwelijks weet van wijken, blijft die kou aangevoerd worden. Wat we wel zagen was dat er ook vaak depressies vanaf de oceaan dieper Europa indoken, dus zuidelijker trokken, waardoor wij vaak met een zuidoostelijke stroming te maken hadden. En dan kreeg je ook nog vaak sneeuwval erbij en dat maakte het echt een heftige winter. Het weerbeeld in die periode was natuurlijk koud, maar ook was er heel veel sneeuw. En dat gold niet alleen voor Nederland. Het was eigenlijk voor een heel groot deel van Europa waar die kou was binnengevallen. En wat bijvoorbeeld een heel groot probleem in die winter was, dat was de kolenvoorziening. Die kwam helemaal stil te leggen. Je moet je voorstellen met die lange vorstperiode dat de binnenvaart helemaal stil kwam te liggen. Er waren op een gegeven moment zelfs meer dan 500 schepen gewoon vastgevroren in het ijs. Die konden geen kant op, maar die waren wel volgeladen met kolen. En de kolen konden niet bij de mensen komen. Ook Waterstaat worstelt met vele problemen. En het grootste daarvan is wel, hoe houden we de scheepvaart aan de gang? Op de grote rivieren, zoals hier op de Lek, zijn ijsbrekers aan het werk gezet. Dat heeft er onder andere toe geleid dat heel veel mensen echt in bittere kou hebben geleefd. Ook in Duitsland was dat het geval. In Duitsland spreekt men van die winter, van de hongerwinter. Want dat was na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En heel Duitsland was ook helemaal in puin geschoten. En de mensen die hadden daar helemaal geen voorzieningen meer. En zijn heel veel mensen daar ook in die winter dood gegaan. Men spreekt van honderdduizenden. In februari en maart viel er afhankelijk nog heel veel sneeuw, maar uiteindelijk trad ook half maart de dooien in. Ja, en dan moet die sneeuw natuurlijk ook weer gaan smelten. En omdat er zoveel sneeuw was gevallen, en niet alleen in Nederland, maar ook stroomopwaarts, in Duitsland bijvoorbeeld, kwam er heel veel smeltwater richting Nederland. En dat heeft tot overstromingen geleid, bijvoorbeeld in de Achterhoek en in de Betuwe. En dat was echt heel veel water wat daar verstouwd moest worden. Zo heeft ook de dooi zijn consequenties gehad. Consequenties die we nu de lente begint, maar zo spoedig mogelijk zullen vergeten. Dat we nog een keer zo'n winter mee gaan maken, die kans is natuurlijk wel heel klein. Dat hebben we al decennia lang niet meer gezien, dat we zulke koude winters hebben gehad. We hadden het over het Helmand-getal boven de 300. Nou, het komt nu nog sporadisch voor dat we een Helmand-getal hebben boven de 50. Dat zegt wel iets natuurlijk over aanhoudende kou. Ik ga nooit zeggen dat het nooit meer kan voorkomen, want er zijn altijd extremen mogelijk. Maar ik acht die kans echt bijzonder klein.